Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we bij video 2 gestudeerd van deze sondeer aan de tand voelen. En ja, vandaag gaan we direct al de grootste machine pakken. Dat is deze. En hij trekt er wel iets naar achterover. Ik ben benieuwd hoe het gaat zometeen. Zoals je ziet heb ik ook even wat dingen in het scherm uitgezet. Daar heb ik een mod voor. En dan kan er deze... Hoi, dat doet hij dan niet, oké. Hij moet wel als het goed is. Alleen, aanzetten. Zo, daar gaat er rompel in, joh. Oké, dan klikken we deze weg. En deze ook. Er zit er in, doen we op V. Oh, dat gaat wel mooi. Hier, deze machine heb je 150 pk voor nodig. Met hoeveel kilometer per uur trekt hij het? 8 en dan trekt hij hem weg. Oh joh, en je maakt er nog mooie veldjes mee ook nog. Nou, dat kan je ook met 80 pk doen, zo te zien. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Als je met 150 pk trekker hebt en geen 80 pk trekker, kan je het ook makkelijk met 150 pk trekker doen. Ik dacht dat hij met deze machine nogal moeite ging hebben, maar is dat alles zo'n eitje voor hem? Dan hadden ze hem ook wel meer pk's erbij kunnen zetten, hoor. Just op die lolly man. Deze maak je vele mooiere velden dan met die ploeg van toen net. Of ja, van de vorige aflevering doe ik dan, hè. Ik neem deze video's even achter elkaar op. Want anders, ja, voor zo'n korte video elke dag een keer Farm Simulator of elke week eens een korte video maken, heeft natuurlijk ook geen nut. Maken we de kop nog even mooi. Nou jongens, kom op. Schön. Geen Nieuw-Holland, hè? Nee, lief geen Nieuw-Holland, hè jongens, of wel? Laat even trouwens achter, nu je toch kijkt naar deze video. Laat achter in de reacties wat jouw favoriete trekkenwerk is. En deze trekker die trekt hem wel ietsje schuin, hè? Nou, die kop is ongeveer wel recht. Mijn favoriete trekkermerk is niet sondeer. Ik vind ze verder wel mooi, hè? Maar het is niet mijn favoriete trekkermerk. Mijn is dus Vent NMF. Ach, wel ook mooie merken, toch of niet? Ik vind de twee hele mooie merken. Jullie ook, laat ook even achter in de reacties als jullie, dat jouw favoriete merk ook is, want dan ben je echt een baas. Dus dat Vent MF of Vent of MF ook jouw favoriete merk is. Nou ja, sondeer vind ik wel mooi, hoor. Ik vind de meeste trekkenmerken wel mooi, maar uitgeremd. Oké. Dan doen we deze ook uit. En dan zet hem hier weer bij. En laat ik nog even zien in de shop hoeveel pk hij is. Volgens mij kwamen die vultjes juist wel van de grond. Even kijken hoe die dit trekt. Ik heb de wieltjes ook van de grond kunnen komen.
Nou, volgens mij gaat het nog niet zo goed. Heel ietsjes glijdt hij. Er valt op zich reuze mee hoor. Dus heb jij deze cultivator in je map en wil je hem gebruiken voor stel een nieuw veld maken of zo? Je kan en je denkt, shit, ik wil nu een veld maken, maar ik heb de pk. Zo sterke trekker heb ik niet voor. Dat is geen probleem, joh. Met 80 pk trekkertje kun je hem al wegtrekken. Want ik laat het even zien. Ik moet even gaan laden. Brand mods en dan cultivator. Oh, hij staat onder bloos volgens mij. Even kijken. Ja, hier. Are you fucking serious? Kost deze 200 pk. Wat? Nou mensen. Deze heeft dus 240 pk nodig. Ga even naar. Nou wacht. Nou dat kunnen we ook eigenlijk heel anders doen. Veel makkelijker. En deze trekker heeft 80 pk. Ja. Zo zwaar. Nou. Laten we ophouden dat die trekker best wel sterk is. Want als deze. Ja, is echt. Wauw. Oké, maar het is een mooi ding hoor, deze trekker. Ook best wel sterk. Stel wel gaan verruimen. Ik kop hem even af. En dan. Ja. Ik zet hem hier klaar voor een gloednieuwe aflevering. En denk ik dan, en dan gaan we nog even. Hiervan een afleveringetje maken. Deze cultivator even testen. Of testen, gewoon even kijken of die maar aan kan. Ik denk het haast wel. Mijn buurman heeft volgens mij ook ongeveer dit zo'n cultivator als deze. Alleen wel ander merk. Volgens mij. En hij heeft geen schijven erin zitten. Hij heeft alleen mijn tanden en de rol. Verdorie, ik ga de een of andere telefoon de hele tijd over hier. En ja, het is gewoon een. Ja, een soort van diep woeletje. Of die nou echt zo diep gaat als een echte diep woeler, maar dat weet ik niet. Maar volgens mij gaat deze wel redelijk diep hoor. Maar ja, dan wil ik jullie toch nog bedanken voor het kijken naar deze video. Like, reageren, abonneren zeg ik. Laters.